De experts van Het Geheim van de Meester zijn al 5 jaar als detectives onderweg en hebben met hun speurwerk tot nu toe 30 reconstructies gemaakt. Van wereldberoemde meesters als Van Gogh, Rembrandt, Vermeer, Mondriaan en vele anderen. Ze ontdekten, gingen de strijd aan en lieten geen detail onbesproken. Maar nu staat het team een ongeëvenaard avontuur te wachten. Ja, ik vind dit ongelooflijk spannend. Vooral ook dat het team het aandurft. Want het is een van de beroemdste schilderijen in de wereld. En we weten echt niet precies waar dit eindigt. Want het is zo enorm groot. Er zit zoveel werk in en zoveel onderzoek ligt erachter. Ja, dit is zo uniek. Het is een nachtmerrie en een droom in één. Eén van de beroemdste kunstwerken ter wereld. Ik was licht verbijsterd. Rembrandts Nachtwacht. Ja, dit is zo enorm. Dit schilderij heeft zo ongelooflijk veel meegemaakt. Het is een getuige, een vriend van de geschiedenis van Nederland. Een unieke en ongelooflijke uitdaging. Een volledige reconstructie exact zoals de meester het zelf heeft gedaan. Het is een geweldige uitdaging die we met z'n allen aangaan. We zijn een sterk team. We kunnen dit. We moeten volhouden. Waar beginnen we eigenlijk aan? Zal het ze lukken? Ik weet zeker dat kunsthistorici, Rembrandt-kenners, restauratoren van over de hele wereld over onze schouders mee zullen kijken. Nachtwacht is een icoon. We hebben 2 jaar lang heel intensief onderzoek gedaan met de meest geavanceerde technieken. Die kennis kunnen we nu toepassen in de reconstructie. Het is een once-in-a-lifetime belevenis. Dus het gaat het team, het museum en ook de kijker heel veel informatie geven over hoe Rembrandt dit geniale schilderij heeft gemaakt. Ja, dat is te gek, krijg je er glimlach van, maar het moet wel lukken. Het moet geweldig zijn om straks te weten hoe het voor Rembrandt is geweest. Het Geheim van de Meester presenteert Rembrandts Nachtwacht. De Nachtwacht.